Dierbare gelovigen, vandaag gaan we verder met de bespreking van de liturgie van de Heilige Mis. We willen de traditionele misritus beter leren kennen om haar meer te beminnen en er meer vrucht uit te halen. Vorige zondag hebben we de samenvatting van de leer betreffende het katholiek misoffer besproken. Vandaag willen wij spreken over het katholiek altaar, met alles wat ertoe behoort. Starten wij eerst met onze Lieve Heer te vereren in het Allerheiligste Sacrament. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Paus Pius de Vijfde, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden, het centrum van het katholieke godshuis is de plaats waar het hoogheilig offer voltrokken wordt. Het altaar. Zonder altaar geen liturgie, geen kerk. Het altaar is de plaats en de heuveltop waar het goddelijke zich verbindt met het aardse. Ubi imma sumis terrena divinis junguntur, zegt de liturgie zo mooi. Wij spreken overigens in het Latijn over een altare, introibo ad altare dei, en niet zoals de heidenen over een ara. Het eerste christelijk altaar was de houten tafel van het laatste avondmaal. Maar kan het eerste christelijke altaar vandaag nog steeds in de basiliek Sint-Jan van Lateranen vereren? Als Sint-Petrus, de eerste paus, naar de keizerstad Rome kwam, las hij volgens de traditie het heilig misoffer op een houten tafel, een altaar, in het huis van de senator Pudens. Dit altaar was uit hout vervaardigd, zodat dit in noodgevallen door diakens van plaats naar een plaats kon gedragen worden, net zoals de ark van het verbond door de levieten in het Oude Testament. Na de vervolgingstijden in de 4e eeuw plaatste paus Sylvester dit houten altaar van Sint-Petrus onder het hoofdaltaar van de basiliek Sint-Jan van Lateranen en omgaf dit altaar met marmer tabletten. Tot in de 5e eeuw bleven de houten altaren in gebruik. Nochtans had de kerk steeds een voorliefde voor stenen altaren, meer bepaald voor de grafplaten van de martelaarsgraven. In de 6e eeuw verplichtte de kerk dan ook overal stenen altaren te gebruiken. Naar het voorbeeld van onze aartsvaders en voorgangers in het geloof, Abraham, Isaac en Jacob. En naar het stenen altaar in de tempel van Jeruzalem, zo de paus toentertijd. Bekijken wij ons altaar van dichterbij. U kunt ook het altaar bij u in de kapel voor de geest halen. Het katholiek altaar bestaat steeds uit drie delen. Ten eerste het altaarblad, de mensa. Dat wat alles voor de liturgie draagt. Daaronder de onderbouw, de stipes. En midden in het altaarblad, daar waar de kelk en de hostie zullen staan, de reliquiehouder, het sepulcrum. Het altaarblad moet uit één natuursteen bestaan. Breekt het blad, dan is het altaar vernietigd, ontwijd. En zelfs de kerk is dan onbruikbaar geworden. In het altaarblad zijn ook nog 5 kruisjes gegraveerd, verwijzend naar de 5 wonden van Jezus Christus.
Vier van deze kruisjes staan op de vier hoeken van het altaar en één nabij het midden. Op deze vijf kruisjes worden bij de kerkconsecratie of de altaarwijding de wierookkorrels verbrand als zinnebeeld voor de opstijgende liefde, het liefdesoffer van Jezus Christus. Het altaar wordt bovendien ook met olie, heilig chrisma, gezalfd, omdat Christus de gezalfde is. Het reliquiegraf, het sepulcrum, dat zich midden ingewerkt ziet in het altaarblad, is een verwijzing naar de tijden waarin onze katholieke voorouders de heilige mis lazen op de martelaarsgraven. De martelaren zijn het meest met Jezus offerdood verenigd. En daarom is hun graf de beste plaats om Jezus kruisoffer te hernieuwen. Hij is namelijk de koning martelaar. In elk katholiek altaar, ook vandaag nog, moet tenminste één reliquie zijn van een martelaar. Andere heiligen zijn toegestaan, mits de ene martelaar aanwezig is. De kerk herinnert zich daarbij aan de woorden van de heilige Johannes uit de geheime openbaring, het laatste boek van de Heilige Schrift. Deze vers luidt als volgt. Als het goddelijke lam de zegels van het boek opende, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die vermoord werden omwille van het woord Gods. In de nieuwe liturgie zijn veelal de reliquieën, de zalvingen en de kruisjes in het altaar weggelaten. Bij gevolg is het altaar geen offersteen meer, maar een tafel voor de maaltijd geworden. Een familietafel, zoals men soms hoort. Een jammerlijke tegemoetkoming aan de protestanten. Het altaarblad moet met de bodem verbonden zijn, door de onderbouw, de stipes. Dat betekent dat het altaarblad op vier muurtjes moet rusten, of, zoals bij het altaar in Antwerpen of in Gerwen en in Leiden, op één muur en vier zuiltjes aan de voorkant. Deze vier zuiltjes drukken de vier plaatsen uit waardoor de kerk de consecratiewoorden overlevert. We vinden namelijk de consecratiewoorden in de drie synoptische evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, en in de eerste brief van de heilige Paulus aan de Korintiërs. De plaat moet zodanig aan deze onderbouw verbonden zijn dat als zij ervan loskomt, het altaar ontwijd is. Bij de altaarconsecratie door de bisschop wordt teruggedacht aan het altaar van de aartsvader Jacob, die zag hoe zijn altaar als basis diende voor een ladder waar engelen opklommen van de aarde en neerdaalden uit de hemel. En onze aartsvader Jacob sprak daarbij de woorden: schrikwekkend is deze plaats. Deze plaats is het huis van God en de deur van de hemel. Mijn dierbaren, denkt u aan deze waarheid als u uw altaar ziet in uw kapel. Gedenk deze waarheid tijdens de heilige mis. Het geeft ons vanzelf een gevoel van eerbied en vertrouwen. Het altaar zelf, gekroond met het heilig kruis, moet op een hoogte staan. Het altaar verzinnenbeeld namelijk de Calvarieberg. Er zijn meestal drie treden ter uitdrukking van ons geloof aan de drievuldigheid, of naar de drie goddelijke deugden langs welke men in contact komt met God: geloof, hoop en liefde. Soms zijn er vijf treden die kunnen verwijzen naar de vijf wonden van Jezus. Of zelfs zeven treden als verwijzing naar de sacramenten waarbij de heilige Eucharistie, Jezus zelf, de waardigste is.
Het altaar is zoals gezegd met zijn kruis een mystiek Golgotha, Calvaryberg. De plaats waar Christus zijn leven neerlegde voor het leven van onze zielen. En daarom erkent men in de steenplaat, de Mensa, ook het altaar genaamd het graf van Jezus. Voor alles echter, zo zegt de wijding van het altaar, symboliseert het altaar Jezus Christus zelf. En daarom dient de priester het altaar tijdens de heilige mis als liefdesteken en reparatie voor de kus van Judas, dit altaar meermaals godsvruchtig te kussen. Op deze stenen altaarplaat liggen drie doeken. Het bovenste doek moet volgens het Missale Romanum bijna tot de bodem reiken. Praktisch gezien dienen deze doeken om het kostbaar bloed op te vangen indien de priester ongelukkigerwijze de kelk zou omstoten. Symbolisch betekenen deze doeken de lijkdwalen van Christus. Ten eerste het grafdoek van Turijn, het zweetdoek van Oviedo en het Manopello. Op Witte Donderdag worden deze doeken van het altaar weggehaald en als zinnenbeeld voor de schandelijke ontbloting van Jezus lichaam op de Calvaryberg gebruikt. Deze doeken van het altaar moeten vervaardigd zijn uit lijnwaad. Lijnwaad dat enkel met grote moeite kan vervaardigd worden en door veervuldig wassen tot een witte kleur kan gebracht worden. Deze witte altaardwalen staan dus symbool voor de offervaardigheid van de gelovigen. Zo zegt de wijding van deze dwalen. En ook voor hun streven naar de deugden van reinheid en kuisheid. Als wij deze altaardwalen zien of ermee in contact komen, denken wij aan hun waarde en betekenis. Wat waarschijnlijk niet velen weten, mijn dierbaren, is dat de corporale en de palla eigenlijk oorspronkelijk tot de altaardwalen behoorden. Laat me eventjes u een palla tonen. Een palla is het stuk linnen dat op de kelk wordt gelegd. Het corporale is het doekje dat u de priester zo ziet openvouwen. Het komt vers uit de sacristie, dus nog niet gebruikt. En hierop komt dus het lichaam van Jezus en de kelk te staan. Lichaam in het Latijn corpus en daarom corporale. En deze doek was oorspronkelijk met de palla die boven de kelk rustte één geheel. De kelk werd er opgeplaatst en dan erover gelegd. Dit was natuurlijk heel gevaarlijk, want tijdens de heilige mis moet de priester meermaals de palla, of toen de tijd de corporale, wegnemen om in contact te komen met het kostbaar bloed. Telkens dat de priester het doek wegtrok, bestond er het gevaar dat de kelk eveneens werd omzij getrokken. Daarom besloot men na enige tijd deze dwaal van onder te houden, de zijkanten weg te snijden en het enkel het bovenste en het onderste stuk te behouden, de palla en de corporaal. Dat zij oorspronkelijk één en hetzelfde doek waren, vindt men nog steeds terug in het gebed van hun zegening. Want alles wat in de heilige mis gebruikt wordt, is gezegend. Is het aardse ontrokken en het goddelijke geschonken. Dat moeten wij steeds in gedachten houden als wij met deze zaken omgaan. Zoals gezegd, het gebed van de zegening is hetzelfde. En daarom verwijst het nog steeds naar de tijd dat ze één en hetzelfde geheel waren. De palla en de corporale mogen versierd worden, maar binnen de kerk bestaat er een voorliefde naar de kleur wit. In geen geval mogen er symbolen staan afgebeeld
verwijzend naar de dood. Christus, onze zaligmaker, is namelijk levend in de hostie en levend in het kostbaar bloed aanwezig en niet dood, zoals sommigen menen. Symbolisch kan men de palla, het stuk linnen dat op de kelk rust, interpreteren als het zweetdoek van Veronica, waarmee ze het zweet en het bloed van Jezus' aangezicht afwisten. Boven op het altaar, ziet u, staat het heilig kruis. Het kruis van onze heiland. Het moet van zodanige grootte zijn dat tijdens de liturgie dit zowel door de priester als door het volk kan bekeken worden. Het altaarkruis bij het tabernakel moet uit zilver of uit verguld koper vervaardigd zijn en omringd van kandelaars. Wel dienen wij te zeggen dat dit gebruik pas in het jaar 1000 optreedt. Tot het jaar 1000 bleef het altaar geheel leeg. Er waren geen kandelaars en geen kruis. In het oosten namelijk was men voorzichtig omwille van het oorspronkelijke gebod God af te beelden. En men schuwde zich ook Christus als gekruisigde te tonen, aldus als een versmaarde en verstotene. Nadat keizer Constantijn de kruisigingsstraf had afgeschaft, werd ook in het oosten het kruis een object van verering. Maar opgelet, vooreerst was het kruis in de kerken steeds van goud en met edelstenen bezet, een zogenaamd crux gemmata, een triomfkruis, zonder lijdende Christus. Eeuwen later werd er in een tweede stadium toch het lichaam van Jezus op dit crux gemmata aangebracht. Maar weliswaar niet als lijdende Christus, maar als een heersende koning, zonder doornenkroon en met klederen aan. Het kruis werd immers niet als een marteltuig aanzien, maar als een troon boven het altaar. Pas in de middeleeuwen, in een derde stadium, werd de lijdende Christus aan het kruis toegevoegd, de man van smarten. En dit is een goede ontwikkeling door de geschiedenis heen, zo zegt de zalige paus Pius XII, omdat het de gelovigen beter aantoont wat er gaande is op het altaar. Het is de onbloedige tegenwoordigstelling van het kruisoffer op de Calvarieberg. Dat de nieuwe liturgie een tendens heeft weer kruisen zonder Jezus' lichaam te gebruiken, ook dat is te beklagen en duwt, zoals Pius XII beklemtoont, de gelovigen eerder naar het protestantisme. Het is namelijk de dwaling van het archaïsme, een stroming dat de legitieme ontwikkelingen in de liturgie teniet wil doen in de naam van een valse eenvoud en een valse oorspronkelijkheid. Zoals aangegeven staan er op het altaar steeds kandelaars. In principe moeten zij volgens het ceremoniale episcoporum van verschillende hoogte zijn. De kandelaars mogen nooit door de bloemen verstopt worden. Vroeger stonden de kandelaars naast het altaar en niet op het altaar. Dat geschiedde pas in de 13e eeuw. Men plaatste de kandelaars op het altaar op een klein verhoog, wat later uitgroeide tot de heerlijke retabels. De kandelaars op het altaar dienen overigens niet om de duisternis te verdrijven, zegt de heilige Hieronymus en Vigilantius in de 4e eeuw, maar wel om onze vreugde uitdruk te geven. Het licht op de kandelaars is namelijk ook een symbool voor God zelf. God is licht en duisternis is niet in hem, zo zegt de heilige Johannes. Het kaarslicht is een beeld van Gods heerlijkheid. De kaarsen zelf zijn ook een mooi symbool voor Christus.
Ik ben het licht van de wereld. Christus bracht ons licht, de waarheid en het leven. Hij heeft ons uit de duisternis van de zonde gered en ons naar het eeuwige licht gebracht. Een brandende kaars is ook een mooi symbool voor de offergeest van Christus. De was in de kaars is een beeld voor het lichaam van Christus dat door de vlam van de Godheid verteerd wordt. De lont waarop de vlam brandt is de gehoorzaamheid van Christus om de wil van de Vader te voltrekken. Terwijl de kaars brandt, offert ze de vlam door de vlam de was van de kaars op. Zo heeft Christus zijn mensheid uit liefdesvuur tot God de Vader voor ons geofferd. Bij een stille heilige mis van een normale priester, een eenvoudige priester, dienen er 2 kaarsen te branden, bij een bisschop 4. Tijdens een gezongen heilige mis dienen er 6 kaarsen te branden. Bij een pontificale mis, een hoogmis van een bisschop, 7 kaarsen, verwijzend naar de 7 wijken van Rome. De bisschoppelijke mis is namelijk een pauselijke mis. Elke wijk van Rome diende een acolyt met een kaars naar de pauselijke mis te sturen als teken van eenheid met de paus. Dit ziet men overigens nog ook heden te dagen indien men een heilige mis van paus Franciscus te Rome volgt. Dit 7-tal van kaarsen vindt men overigens ook nog terug in de ritus van de Dominicanen. Het kan bij hen ook een verwijzing zijn naar de 7 sacramenten en de 7 gaven van de Heilige Geest die ons door elke communie geschonken worden. Mijn dierbaren, er valt nog zoveel te vertellen over het katholiek altaar. Maar zoals gezegd, deze prekencyclus zal zeker nooit de rijkdom van ons katholiek geloof en onze katholieke liturgie uitputten. Maar sta mij nog toe, tenslotte, een kort woord over het tabernakel te zeggen. Als u geluisterd hebt, dan hebt u gehoord dat het altaar 1000 jaar lang leeg was. Geen kandelaars, geen kruis. En dan hebt u zich misschien afgevraagd, eerwaarde, wat dan met ons tabernakel? Wel, het is verrassend, maar oorspronkelijk werd onze lieve Heer niet bewaard in een ciborie op het altaar of in het tabernakel. Er werd een speciale toren naast het altaar gebouwd om de geconsacreerde hosties in te bewaren. In sommige kathedralen, heden te dagen, kan men deze toren nog steeds bewonderen. Soms werd er ook een gouden of een zilveren duif voor het altaar opgehangen, analoog met onze godslampen. Dit om aan te duiden dat Christus in de hostie vanuit de hemel neerdaalt als een hemels manna. Pas in de middeleeuwen ontstond het huidig tabernakel. Het bleef echter naast het altaar staan. Pas 3 eeuwen geleden plaatste men hun tabernakel op het altaar om de gelovigen beter de verbinding tussen offer en communie te tonen. En dit is dus een heel goede, legitieme ontwikkeling. En Christus beminden, tenslotte, laat deze uiteenzetting vandaag over het katholiek altaar met alles wat ertoe behoort, onze godsvrucht en onze aandacht tijdens de heilige mis bevorderen. Als wij naar de heilige mis komen, overwegen wij het gezegde. Tonen we verwondering over de diepere betekenissen van onze liturgie. En vragen we dit alles als genade van onze lieve vrouw. Maar bovenal dat wij ons misoffer met dezelfde gevoelens zouden bijwonen als zij bij het kruisoffer. Sluiten wij deze overweging daarom ook met een gebed tot onze lieve vrouw en de moeder van smarten. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Pie Regine, ora pro nobis. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, mijn dierbare gelovigen, dan hoop ik u allen komende zondag weer hier te zien, zodat we elkaar weer kunnen sterken in ons katholiek geloof en spreken over de katholieke liturgie. Goede avond en God zegen.